Welkom bij de uitlegvideo van Schapen over de Dam. In Schapen over de Dam ga je proberen zoveel mogelijk schapen te omheinen. Je hebt in totaal één tussenscoring en je hebt één eindscoring. En degene die aan het einde van het spel de meeste punten heeft verzameld, die wint het spel. Nou, er is één speler die de dobbelsteen gooit en het getal dus in dit geval een 1, geeft aan wat voor heiling je moet gaan tekenen. Je vult het getal in het bovenste vrije vak hierin aan de linkerkant van je scoreblad en je mag dus in dit geval een U-vorm tekenen. Nou, je moet elke lijntje moet je doen tussen twee bolletjes. Dus ik zou bijvoorbeeld, je mag overal beginnen, je hoeft niet per se aansluitend te werken, ik zou hier de U-vorm kunnen tekenen. Er zijn voor de rest niet heel veel restricties, want je mag dus overal tekenen. Je mag ook door deze bosjes heen, al leverde je wel één minpunt op aan het einde van het spel. En je mag zelfs ook nog gewoon aan deze kant verder gaan in de toekomst met een andere beurt. Wat wel goed is om te weten is dat je de hele vorm moet kunnen tekenen. Dus stel je voor als er nu een 2 gegooid wordt, dan zie je dat je een rechte lijn moet tekenen. Je mag dan niet zeggen dat één rechte lijn hier al onderdeel is van deze dubbele lijn en dat hij uiteindelijk alleen dit extra stukje meepakt. Dus je moet zorgen dat je de hele vorm kwijt kan, hij moet over het, helemaal over het hele weiland getekend kunnen worden en daarmee probeer je dus een omgesloten heining te maken die zoveel mogelijk schapen in zich heeft. Nou, telkens als er gegooid wordt, dan schrijf je dus het getal dat er gegooid wordt hierop neer. En uiteindelijk kom je dan terecht bij het gele vakje hier. En dat gele vakje geeft aan dat er een tussentelling is. Je gaat dan kijken in jouw weiland hoeveel omsloten schapen jij hebt. En het is daarbij wel belangrijk dat die volledig omsloten zijn. Dus elk vakje moet helemaal doorlopend zijn, zodat er een complete heiding ontstaat. Nou, in dit geval zou ik er bijvoorbeeld twee hebben. En als ik hier aan de zijkant kijk, dan leveren de twee schapen mijn drie punten op. Dus voor de tussentelling krijg ik 3 punten. Vervolgens ga je door en zo gaat het door totdat je eindelijk bij het rode vakje terecht komt. Dan ga je nogmaals kijken hoeveel schaap je omheid hebt en dat tel je dan op in dit formulier. En dat zou bijvoorbeeld als ik er 5 zou hebben 15 punten zijn. Je krijgt dus nog 1 minpunt voor het aantal keren dat je door een struik bent gegaan en degene met de meeste punten die wint het spel. Er is nog één extra regel om rekening mee te houden. Telkens als er namelijk twee keer achter elkaar hetzelfde getal gegooid wordt. Dus je ziet dat mijn laatste getal een 2 was. En als er nu nogmaals een 2 gegooid wordt, dan mag je nogmaals de vorm invullen die je hier ziet aangegeven staan bij het getal. Maar je hoeft die niet op te schrijven hier in deze rij. Dus je krijgt dan als het ware allemaal een extra beurt. Dus telkens als je een dubbel getal gooit twee keer achter elkaar, dan hoef je hem niet hier op te schrijven. En we hebben een extra beurt om het spel te winnen. En in principe is dat alles wat je nodig hebt om schaap over de dam te spelen. Je hebt aan de achterkant ook nog een ander weiland voor wat meer variatie. Dus dat is het. En heel veel plezier met spelen. Een spel in